tv-serie wimmelde dit jaar de ketel in. Isa, we hebben heel wat namen gekregen van mensen die in een ghetto moeten. Wat moeten we dan met die namen doen? Voorleggen aan de rechters van het ghettogericht? Dat is een goed idee. Beste rechters, we hebben op stel gevraagd wie in de ghetto moet. Dit is onze Lies met naam. Kent je een uitspraak doen met wie er in de ghetto moet? Ja, maar zeker kennen we dat. Geef me de Lies maar hier, jong. Die wil ik wel zien. En een high elleboog, hè. Tegenover Isa. Hé, hey, goed man. Zo, dat is nog onze Lies, hé. Daar kennen we wel, gij mij. Ik zal hem eens even een beetje bestuderen. 11 stuks hebben ze. Oh. Ik begin bij 1. De kinderen willen de mensen dagen die op stel er een hond moet laten en dan niet de hondenpoep opruimen. Dat kan niet. Nee, dat kent nog niet en dat is een heel terecht punt. De ketelen. Nummer 2. Het college van BMW. Omdat ze veel minder en zelfs geen geld meer willen uitgeven voor wijkprojecten die gewoon door vrijwilligers uitgevoerd werden. Dat kan echt niet. Punt 3. En ik vind hem goed. Burgemeester Scholte van Venlo. Waarom? Omdat hij nog een raadsvergadering de bar de ganse horeca, gans Nederland dicht moet. Dat is een mens mee. Geweldige mens. Kom. Dat kan ik niet. Ik heb de ganse dag mensen. Kom, wat ik ga drinken alsjeblieft, joh. Kom. Nee, iedereen is geliefd. Dat kan niet. Oh, dat ben ik je maar eens. Iedereen is geliefd. Alhoewel dat wel lekker is, zo'n afzakkertje naar aardvlees. Soms je weet dat je het geliefd. Dat ken ik niet. Maar lukt niet. Dat lukt niet. Ik kom hier niet. De 4e. En die is een beetje gedateerd, want het is al even geleden. De Amerikaanse president Trump. Want die kost niet toegeven dat er verloren hij. Man, die verleren allemaal wel in een keer. Die had er zelfs in gemugen als ze wel gewonnen had. De ketel in madem. Maar wat moeten we dan met de milieueisen doen? Die hoog, die branden toch niet? Dat zien we dan wel. Dan moeten we weer naar de filter toe, de milieufilter. Komen we op truc. Op de 5e plaats, en het duidt mij persoonlijk wel een beetje pijn, maar het, de kinderen willen het. VVV-fan. Iedereen. 13-0. Verleren van Ajax. Wacht nog even. Smiet het in hak met hem. Doe het helemaal erin. Ik heb ervoor gezorgd dat Ajax zijn moeders. VVV kan hier niks aan doen. Maar jawel. Natuurlijk niet. Heer officier. Rustig aan. Ik heb me kapot geschaamd. Goeie nominatie. Ik kan die jongen niks aan doen. Amateurvoetbal mocht ik ook niet. Een terechte nominatie. Pardon, met de grootste nederlaag in de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Wat zeg ik? Nederlandse, Europese voetbalgeschiedenis. Een heel goed punt van u. De ketel. Punt 6. Griffier, haal je gewoon bij type alsjeblieft, dankjewel. Punt 6. Ik mis wel mijn type. Het coronavirus. Dat heeft geen toelichting, denk ik. Dat heeft zoveel ellende gegeven. Ik weet alleen niet wie we dat de ketel in moeten krijgen, maar ik vind hem wel goed, punt. Ja, wat erin. U heeft geen mondlijk, denk ik. Ben jij ook afstand hier? Ja. Deze vind ik ook een hele goeie. Nummer 7. De mensen van Stijl, de Stijlersen dus, die gaan vast over het veren heen op Stijl, maar die potdomme naar de stad gewoon. Wat is er mis mee? Je ziet dus toch veel gezelligheid.
Wie hebben hier op stijl vaste loven? En die mensen die huren dat heet te vieren. En niet door in Venlo. Te loven. In Venlo. Hieren, hieren. Ons wel serieus blijven, ja? Punt 8. De corona-ontkenners. De kinderen willen de mensen dagen die denken dat het coronavirus niet bestijdt en het ook ontkennen en zich ook niet aan al die maatregelen haaien, zo wie Osgerecht wel mooi op 1,5 meter zit en anderen dat niet doen, hebben die kinderen een heel goed punt. Mug wat mij betreft erop. Moet ik door school er ook bij zetten? Hier, officier. Alsjeblieft. Dat is een hele normale vraag. Geef vier keer. Haar die binnen je werk en geef geen commentaar op de openbare aanklager. Begrepen? Jo. Nummer 9. Als je zover ziet, grafier. Nee. Ja, ook even geleden, maar wel ook heel belangrijk. Thierry Baudet. Wat heet hij? Bij de grootste partij bij de Provinciale Staten, wie ze als grootste droed kwamen, wat heeft hij door een soep van gemaakt? Dat wil ze gaar niet weten. Het vertrouwen wat al die mensen hem gegeven hebben, en wie is hij daarmee begonnen? Ook dit vind ik een heel goed punt. Nummer 10, en ik snap dat de kinderen dat willen. Sinds enige tijd hebben we hier op stijl een e-salon. Wat wensen zich als kind nou meer als ze in hun eigen dorp een e-salon hebben? Ik reken ze heel dut op het terras gezeten, hè? Oh, lekker waren. Oh. Sorry, ik zeg dicht, maar ik bedoel G. Die hebben zo'n koek met zo'n noten. Oh ja, spaghetti-ies. De eigenaar, hij heet Nino Venezia. Wat deed hij? De toe. Hij maakte hem toe. En terecht, hij de hitte centen binnen. Heeft je nog verdiend? Kom op, die heeft u nog wel verdiend, Rus. Laat de mens toch. Laat de mens toch? Daar gaat hij van ons. Die kinderen willen een ijsje eten. Dat geeft de potomme in januari. Ik hoor ze maar naar de stad. We zien hier op stijl, niet in de stad. Ja, daar hebben ze geen beweging. Dat die zitten de ganze dag maar achter de PlayStation, die jongen. Dan fietsen ze maar. Kom. Moet ik dat allemaal moeten leren of wat is dat goed? Heer officier, meugje. Geen meer veel. Nummer 11. Last. Maar ook niet least, want we hebben hem al een paar keer eerder gehad. Wederom de burgemeester van Venlo, de heer Scholten. Dit is wat goed leren, jongen. En waarom? Omdat hij samen met zijn college, dus dit keer is ze een niet-ganzenlijn, onvoldoende maatregelen neemt. Om het snel rieën op de Remunseweg gaat terug te brengen. Wat mij betreft mogen ze dat zelfs doortrekken naar de Venloseweg. Maar goed, dat is niet wat ik ingevoer. Ik snap die op, nou. Hey, op de zondagmiddag kijken we naar Mark Verstappen, die hoor ik ook niemand klagen. Laat die nou toch heel rieën, die moeten toch oefenen. Er was laatst wel een ongeluk gebeurd, op iedere rotonde. Dan had hij maar beter moeten uitkijken. Oh, ik wil zeker zeggen dat ze die rotonde weg moeten leggen. Heren, alles was serieus blijven. Nou, is het een ernstige zaak. Ik vind dat die kinderen groot gelijk hebben. Dus dat mensen die aan de Remunseweg wonen, ook rustig kunnen wonen, heel belangrijk. Maar ook dat die kinderen gewoon normaal kunnen oversteken zonder dat ze bang hoeven te zien. Ik vind het een heel goed punt. Je hebt een goede lease gemaakt. Heel goed. Een hele goede lease. Gerecht, ik vind dat de kinderen een hele goede lease hebben. Ik ga hem ook overhandigen. Geef die lease maar eens een. Alsjeblieft. Dankjewel. Zo. Wessel en Isa. Daar heb je een goed werk gedaan. Daar heb je ons een heel hoop ellende bespaard. Volgens mij is het werk er naar aan komen voor ons. Nou, we hoeven ze al niet meer zelf uit te zoeken. Dat is wel... Nou. Ze weer ons aangedragen. Dat is fijn. Maar 11 is wel erg vuur. Die krijgen we nooit allemaal op einde oven in de ketel. Hier, officier. Even ter ondersteuning van die kinger. Dus zij ter einde. Meer hier op. Ja, dan kennen we niet laten gaan, of wat? Nee. Het heeft mensen geld, want dan wil ik jullie hier verdedigen. Ik weet niet of het veel geld heeft, maar de kinderen vinden het belangrijk dat die aangeklaagd wordt. Die moet er zeker op wat mij betreft. Ik ga wat geen zak meneer aan het verkoop. Die moet erop, de kinderen willen we. Dit is de centen op, de rondje gegeven, gemeente. Oké, hier.
Als ik deze lies zo bekijk, dan is het voor mij eigenlijk wel duidelijk. Weer dan om het komen. En weer dat we moeten gaan waarschuwen voor het komende jaar. Op één. Want voor oerdelen moeten we mensen natuurlijk ook eerst een kans geven. Ik zou inderdaad zeggen, openbare aanklager. De burgemeester, die moet ook kijken. Heel op drie fronten staat hij erop. Morgen is hij even schaatsen dingen. Ik zie gewoon dat hij gereden heeft, ja. Mm-hmm. Och, 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 bij de handje. Dat was dan de volgende, de internationale van ons. De president Trump. Ex-president, hè? Want toch heet het je zoon. Ex-president Trump ondertussen. Die waren op mij al ingegaan, al had hij gewonnen. Dus stuur die ook maar eens op een waarschuwing. Ja, ik zei je straks al, ik heb me een beetje geschaamd. 13-0. Oh, ik dacht dat het 13-0. Wie van Lussen, gemeente, wie werden door iedereen oegelachen in de ganse wereld? Als die niet beter op best gaan doen, dan vliegen ze nog in. Ja, we gaan graag een beetje voetballen. Dan vliegen ze erin. Die gaan er ook in. Omdat ze erin vliegen. En natuurlijk, het belangrijkste wat ons deze periode bezig houden. Het AVPO, het was een ellende. Het coronavirus. Een jaar lang hebben we moeten zwoegen en allerlei dingen geregeld te krijgen, of niet. Het mocht er niet. Misschien dat de ketel dan wel kan helpen. En kennen we ze dorst erin gooien en is het weg. Het coronavirus gaat erin. Maar hier officier, even een klein praktisch puntje. Wie gaan we dat doen? Oh, dat zien we dan wel. Daar komen we nog wel aan. En dan hebben we natuurlijk ons eigen schoene terras, waar we de ganse zomer van hebben mogen genieten. Ja, dat was super. En wie een lekker ijsje hebben kunnen eten. Wie met de kinger en geen met papa en mam. Dat is zomaar in september, in het najaar. Kent niet hier, officier. 23 graden, september. Dan wil ze potommen met die kinger en ijs gaan eten. En wat uit die gij toe. Dat kent niet. Wat mij betreft, gaan we die ook een waarschuwing sturen. Dat we er volgend jaar tot aan kerstmis kunnen gaan zitten. Voor een lekker, lekker ijsje. Stuurt met die mensen maar eens allemaal een waarschuwing. Zodat die weten dat ze in de gaten weer gehaaien door de steiler duivels en een steiler ketelgerecht. Dankjewel voor deze lies. Wie gaan we dat doen dan? Ik zou zeggen dat we die een ketel besturen. Ach joh. Dat lijkt me een leuk idee. Dat is goed. Maak je hier van? Zorg je dat nodig kunt? Nou, ik doe de toezegging aan die kinger. Dat ze hele goede punten hebben gedaan. En dat we potommen met die nominaties die wat ze gedaan hebben. En het gerecht het gaan doen. Hier weer mensen voor aangepakt. Die gewoon de ketelen. Wessel en Isa. Dit was een geweldige lies. Dat kennen we het mij. Ik zou u eigenlijk wel willen verzoeken. Of gij die vijf namen die we net gezag hebben, of gij die niet namens ons wilt gaan waarschuwen en die een keer te kunnen besturen, zodat die weten dat ze het komende jaar door ons in de gaten weer gaan haaien en dat ze nog de kans hebben om zich te verbeteren. Wil gij dat doen? Dat gaan we doen. Nou, is dat ook geregeld? Mooi. Dat is fijn.